Hoe werkt het Navi 900 intelliLink systeem? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en ik ben werkzaam in ons familiebedrijf Opel Dealer Liewes in Roden. Op dit YouTube-kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een Opel systeem, zoals deze, of met uitleg over een Opel model. Nou, heb je een vraag, typ me heel gemakkelijk hieronder in en we zullen deze uiteraard zo snel mogelijk voor je beantwoorden. Nou, zoals ik al zei, gaan we dus in deze video uitleggen hoe het Navi 900 intelliLink systeem werkt. Waar is elk knopje voor en wat zijn handige dingen om te weten? En hoe het allemaal werkt, laat ik je nu zien. Nou, hier zien we het Navi 900 intelliLink systeem van Opel. En dit systeem zit onder andere in de Opel Mokka X, in de Opel Astra en ook in de Opel Insignia. En dan begin ik bij de eerste knop en dat is de knop audio. Nou, dat woord zegt natuurlijk al, dat is onder andere het radiosysteem van deze auto. Deze auto is voorzien van een AM of FM of een DAB+. Nou, let daar wel op dat auto's die uit het buitenland zijn afkomstig zijn, die hebben eigenlijk 9 van de 10 keer geen DAB+ ontvangst. Nou, via de eerste knop radio, daarmee kun je dus wisselen. Dus daarmee kun je dus zeggen van dat je naar AM, FM of naar DAB+ toe gaat. De tweede knop is media. Er is uiteraard ook nog een mogelijkheid om een USB te koppelen. Die bevindt zich bij de Opel Astra, bevindt zich die eigenlijk in het vakje onderin de armsteun. En als we bij de Opel Mokka gaan kijken, die bevindt zich eigenlijk in het vakje onder de kachelunit. En daaronder, moet je even goed zoeken, maar daaronder zit de USB-aansluiting om eventueel een media, hè, dus een USB aan te koppelen. Of bijvoorbeeld Apple CarPlay of Android Auto. En daar kom ik later nog even op terug. Nou, om zenders op te zoeken kan het heel makkelijk via deze knoppen. Of je kunt in het midden drukken naar kies. En daarmee kun je eigenlijk een frequentie eigenlijk intypen om zo je favoriete radiozender te vinden. Het pijltje naar boven ga je uiteraard weer terug naar het vorige scherm. Maar je kunt ook naar bladeren toe. En dat is eigenlijk, persoonlijk vind ik dat eigenlijk de handige functie. En daarmee kun je eigenlijk precies, als je dit knopje inhoudt, kun je precies gaan kijken wat naar je favoriete radiozender. En als je nou een zender gevonden hebt, pak ik bijvoorbeeld een radio continu, die klik ik aan en die wil ik bijvoorbeeld opslaan, dan ga ik even weer terug. En hieronder heb ik nog een aantal punten waar ik dus deze kan opslaan. Ik kan deze dan ingedrukt houden, ik hoor dan een pieptoon en zo staat die dan ingesteld. Je ziet ook wel wanneer het dus een hoofdletter met kleine letters zijn, is dus een DAB-functie. Wanneer het alleen maar hoofdletters zijn, is dus een FM-functie. Je hebt hier dus 1 tot en met 5 staan. Wanneer je dit naar links verschuift, heb je nog een keer 6 tot en met 8, 6 tot en met 10. Maar je kunt er ook uiteraard naar boven toe schuiven. En dan zie je dat je hier alles ook onder elkaar hebt. Nou, voor de rest hebben we hier nog de knop menu aan de rechterkant. En daarmee kan ik dus instellingen wijzigen van dit systeem. Onder andere bijvoorbeeld de klank of de volume of de zenderlijst bijwerken of de verkeersinformatie aan of uitzetten. Allemaal punten over de radio kan ik dus hiermee ook veranderen. Rechteronder zie je nog een pijltje. Dan kom ik dus heel gemakkelijk weer bij de sneltoetsen. En links en rechtsboven kan je dus daarmee weer terug naar het vorige scherm. Maar je kunt ook gewoon naar de homepagina. En daarvoor zit het knopje met het huisje hier linksonder. Dat is wel heel makkelijk. En als ik daarop klik, kom ik eigenlijk gelijk weer hier terecht. Nou, dan zien we de volgende punt. Dan zien we telefoon. Nou, als we daarop klikken, dan zien we normaal gesproken hier dus welke telefoons gekoppeld zijn. In dit geval is er nog niks. Maar wil ik een telefoon koppelen, dan druk ik hier op apparaat verbinden. En als ik op deze pagina ben, dan ga ik eigenlijk met mijn telefoon zoeken naar het systeem. En dan kan ik inderdaad door middel van een aantal keer op bevestiging te klikken. Kijk maar de juiste pincode. En dan kan ik inderdaad zo mijn telefoon koppelen aan het scherm. Waardoor ik dus handsfree kan bellen en uiteraard mijn muziek kan streamen. We hebben hier ook een aparte video voor gemaakt. Die zal ik hierboven ook even linken, zodat je die in alle rust ook kunt bekijken. Nou, het volgende punt is projection. En dat is dus een mogelijkheid tot Apple CarPlay en Android Auto. Dan zijn er Opel Astra's, zeker van de beginfase vanaf 2015, die hier dus alleen de mogelijkheid hebben om met Apple CarPlay te werken. Maar dit hangt uiteraard even van de leeftijd van je auto af en ook van de instellingen in het systeem. Nou, we hebben voor Apple CarPlay en Android Auto ook nog video's gemaakt hoe dit allemaal werkt en welke mogelijkheden je daarmee kunt krijgen. En daarvoor zal ik je ook doorverwijzen naar de video daarvan. Ik zal hem boven uiteraard ook even linken, zodat je niet al rustig ook kunt bekijken. Dan hebben we rechts dus het knopje voor navigatie en dus komen dus het navigatiesysteem komen eruit. Linksonder kan ik hier dus in- en uitzoomen. En als ik een route in wil stellen, dan druk ik hier op bestemming. En dan kan ik eigenlijk hierboven mijn adres eigenlijk al invoeren. Nou, in dit geval zal ik dus de ceintuurbaan. En dan Noord doen. En dan kan ik ook nog het huisnummer invoeren. Ik laat nu hem achterwege, omdat ik daar nu uiteraard ben. Je ziet het lampje hier, of het vinkje, zie je eigenlijk van zwart, zie je eigenlijk naar groen. Dan heeft hij hem dus al gevonden. Je hoeft daar niet op te wachten. Je kan ook al eerder al klikken. En dan zal hij inderdaad ook doorgaan naar de zoekfunctie.
Nou, en hier zie je dus de mogelijkheid. Hij doet dus eigenlijk van dichtbij tot ver weg. Nou, de bovenste inderdaad, daar zijn we dus nou. Maar zo zie je dat hij dus heel Nederland, maar er zit uiteraard ook voor de heel Europa zit er ook op. Maar dan zie je dat hier ook nog de, hè, van de dichtstbij de afstand tot het meest verre. Nou, als we daarop klikken, dan geeft hij dus zo'n overzicht aan. En daarna druk ik op gaan. En dan... De route is berekend. Rijd naar een gedigitaliseerde weg. En dan is de route berekend. Wat even belangrijk is om te weten, wanneer je dus de stem van deze volume harder of zachter wil doen, dat doe je dus op middel als de mevrouw in dit geval aan het praten is. Dus als die mevrouw aan het praten is, dan draai je hier eventjes aan om het geluid harder of zachter te doen. Nou, wil ik de route er weer uithalen, dan druk ik hier op het kruisje en hier kan ik eventueel het geluid nog mee uitzetten. In dit geval, omdat we nu zijn, geeft hij hier geen verwachte aankomsttijd of afstand geeft hij dan weer, omdat we daar nu al zijn. En anders zie je daar heel mooi wat de verwachte aankomsttijd is en ook hoeveel kilometer het nog rijden is. Maar je kunt uiteraard ook nog dieper in zoeken. Hè. Dus als ik weer ga kijken op de navigatie en druk op bestemming, kan ik hier natuurlijk op adres, hè, daar kan ik echt nog keuriger invoeren. Ik kan op postcode, points of interest, het recente of via de contacten die bijvoorbeeld via mijn telefoonboek ingeladen zijn. Zo kan ik hier heel makkelijk nog mijn adresgegevens kwijt. En de laatste knop is menu. En daarmee kom ik uit door de instellingen. Kan ik bijvoorbeeld de navigatie hervatten als ik bijvoorbeeld afgesloten heb. Of ik kan de stem van de navigatie kan ik hier ook harder of zachter mee doen. Ik kan de huidige locatie zien, verkeer, allemaal functies en instellingen over het navigatiesysteem. Nou, en als ik dan weer terug wil, kan ik heel makkelijk weer op het huisje drukken en kom ik eigenlijk weer op de homepagina uit. Hier is nog voor de rest nog een knop instellingen. Nou, dit hangt natuurlijk af van de instellingen die je ook in je auto bevinden. Hè. Sommigen hebben bijvoorbeeld hiermee, wat je bijvoorbeeld met een achteruitrijcamera of een keyless entry systeem, wat je hier allemaal kunt instellen. Dus het hangt er even af per auto. Maar hier kun je dus alles ook instellen wat je eigenlijk van de auto wil veranderen. Daarnaast zit ook nog een functie voor sms-berichten. Ja, daar kun je ook nog een sms-bericht ook nog weergeven hierin. Maar daarvoor dien je uiteraard eerst wel je telefoon toe te voegen. En ook de functie heeft hij ook nog tot verkeer. En daarmee zie je dus de actuele verkeersinformatie wat er momenteel is. Hou er wel rekening mee, dat gaat dus via de TMC-berichten, dat hier altijd wel een vertraging in zit. Dus het kan misschien zijn dat je een bericht krijgt van dat er een file is, maar dat je dan als je daar komt dat die file alweer weg is. He, daar zit meestal wel een kwartier vertraging in. Als je werkt via de CarPlay-functies, dan een Apple CarPlay en Android Auto, zie je dat die informatie veel urgenter ook is. Nou, zo zie je dat het natuurlijk een heel mooi en makkelijk systeem is en helder en overzichtelijk. Wat ook nog een leuke feitje is, als je bijvoorbeeld op het klokje drukt, hier rechtsboven, dan zie je hier ook nog heel mooi de analoge klok. Met ook de datum. En hier kunnen nog de instellingen nog veranderen van de tijd. Nou, voor de rest zitten eigenlijk alle functies erop, hè, die om je telefoon te koppelen, de Apple CarPlay, en Android Auto, navigatie, waarbij je uiteraard wel moet rekening houden dat misschien niet de meest recente versie daar ook op zit. Er zijn wel versies beschikbaar of komen hopelijk nog uit. Dus daarvoor zou ik je ook doorverwijzen om te kijken op de site van Open.nl. En daarmee via die weg kun je ze uiteraard ook nog online aanschaffen. Dat gaat gewoon via een USB, kun je hem heel makkelijk online aanschaffen en daarmee ook alles weer up-to-date maken. Maar wie echt een navigatiesysteem waarbij altijd alles up-to-date is en wij daar geen zorgen hoeft te hebben, ja, dan zou ik je toch adviseren om te werken via de Apple CarPlay en de Android Auto versie. Maar die versies worden namelijk dagelijks bijgewerkt en zo heb je altijd een meest betrouwbare versie van je navigatiesysteem. Hou daar wel rekening mee dat je natuurlijk wel wat data voor nodig hebt, maar daar kun je bijvoorbeeld gebruiken om te zeggen van nou, ik laat de route bijvoorbeeld via de wifi thuis al in op mijn telefoon en ik stel daarna in de auto. Dus op die manier kun je daar ook weer wat data mee besparen. Nou, ik hoop je hiermee een duidelijke en heldere uitleg te hebben gegeven over het Navi 900 IntelliX systeem van Opel. Mocht je nog aanvullende vragen hebben, typ ze heel gemakkelijk hieronder in. Maar vergeet ook niet om abonnee te worden. Zo blijf je elke keer op de hoogte als wij een nieuw video hebben geplaatst. Nou, voor de rest wil ik je super bedanken voor het kijken van deze video. Volgende keer verschijnt er weer een nieuwe video. En graag zien we elkaar dan weer. Tot dan!